Kraakersgroep vindt nieuw pand en mag voorlopig blijven. Gemeentepersoneel Nijmegen legt tijdelijk het werk neer. En Druten kiest een nieuwe burgemeester. Drie keer scheepsrecht voor krakersgroep Jantien. Voor de derde keer in 4 maanden tijd heeft de groep een pand gekraakt in de Nijmeegse binnenstad. Dit keer in de Karregas. Anders dan voorgaande pogingen is het de krakers nu wel gelukt om niet door de politie het pand uit te worden gezet. Sinds afgelopen donderdag verblijven er zo'n 10 krakers in een pand aan de Nijmeegse Karregas. Als bewijs dat zij daar ook echt al een paar dagen wonen, hebben ze zelfs foto's geplaatst op Twitter. Zondagmiddag heeft de groep zelf de politie benaderd voor een kop koffie met een donut. Ja, nou, we wouden even laten zien hoe ontzettend veel huisvrede wij daar binnen hebben. En gewoon rustig met de politie uitspreken hoe het verder gaat. Ja. Dat hebben we veel liever dan dat de politie met een stormram naar binnen probeert te komen. De krakersgroep heeft in oktober vorig jaar en afgelopen januari ook al panden gekraakt. Zonder succes. De politie heeft ze telkens uitgezet. Tot gisteren. De politie heeft een kop koffie gedronken en is daarna rustig weggegaan. Anna Fleur is voorlopig blij met dit nieuws en geeft ons een rondleiding door het gekraakte pand. Hoi, ik ben Anna Fleur en welcome to our crib. Okay, nou, dit is de hal. Ik denk dat we het beste kunnen beginnen bij de woonkamer. Dus voorlopig mogen we hier blijven. En waarschijnlijk als de eigenaar aangifte of zo gaat doen, dan zal er op den duur een rechtszaak komen. En dan gaat de rechter bepalen of ons woonrecht afweegt tegen tegen zijn eigendomsrecht. Hoe lang de krakers in het pand mogen blijven, is dus nog maar de vraag. In elk geval hebben ze de grootste plannen met hun nieuwe woning. We willen dit pand dus eigenlijk gebruiken om mensen die buiten de boot vallen of die kleine portemonnee hebben te kunnen helpen. Dus allereerst gaan er daadwerkelijk mensen wonen die in woningnood zaten. Maar we willen ook een soepcafé beginnen waar mensen tegen donatie kunnen komen eten. We willen een reparatiecafé beginnen waar mensen hun eigen fiets kunnen repareren als dat nodig is bijvoorbeeld. Of je telefoon of zo. Wat willen we er nog meer mee doen? Ja, grootse plannen in elk geval. Ja. Doei! Deze week werd weer volop gestaakt. Naast de BOA's die 2 dagen lang geen boetes uitdeelden rondom het stadscentrum, legt een deel van het gemeentepersoneel maandagmiddag ook tijdelijk het werk neer. Vanwege de vastgelopen onderhandelingen tussen de vakbonden FNV en CNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd er een actie gehouden in het stadhuis. Een fanfare bij de ingang van het stadhuis. Niet vanwege een feestje, maar vanwege een actie van de vakbonden. Via deze weg laten medewerkers, ambtenaren zien dat ze niet eens zijn met het feit dat VNG 6 maanden lang niet heeft bewogen in de richting van de vakbonden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, oftewel VNG, deed vorig jaar een bod voor loonsverhoging van 5% per 1 maart en 3% in 2024. Volgens de actievoerders te weinig. Zij eisen een loonsverhoging van bruto 100 euro per maand voor iedere werknemer, 12% om de inflatie op te vangen en eenmalig 1200 euro. Maar gemeentepersoneel verdient volgens mij altijd wel redelijk, dus dan is dat toch een prima bod? Ja, ik weet niet of je alle loonschalen en functies binnen de gemeente kent. Heel veel medewerkers zitten in schaal 6. Bruto loon ligt daarbij rond de 1900 tot 2200 euro. Dat is volgens mij voor aantal gezinnen net iets meer dan een uitkering. Er wordt niet alleen actie gevoerd in Nijmegen. Ook elders in het land leggen gemeenteambtenaren soms tijdelijk het werk neer. Morgen is er een landelijke actiedag. Morgen is er een landelijke demonstratie tussen 11 uur en 1 uur in de jaarbeurs in Utrecht, waarbij we alle ambtenaren hebben uitgenodigd voor een landelijke demonstratie. Gelderlanders tussen de 19 en 26 jaar hebben hem laatst in de bus gehad. De uitnodiging voor een vaccinatie voor het HPV-virus. Een besmetting door het virus kan leiden tot kanker. In Nijmegen zijn de eerste prikken gezet en ook op andere plekken in de provincie is de vaccinatie inmiddels gestart.
1,3 miljoen mensen landelijk zijn uitgenodigd. Voor onze regio betekent dat ongeveer een verwachte opkomst van rond de 46.000 prikken. En gedeeld door 2, dus 26.000 mensen die voor 2 prikken gaan komen. Zou ik je rijbewijs mogen en je QR-code? En een van hen die gehoor heeft gegeven aan de vaccinatieuitnodiging is de 21-jarige Dennis Verbrugge. Ja, voor mij staat gezondheid altijd gewoon op nummer 1. En voor mij klonk het gewoon als een no-brainer. Ik ben ook zelf heel erg veel met mijn lichaam bezig. Sport is heel belangrijk, dus gezondheid staat nummer 1. Volg mij, ja. Het humaan papillomavirus, het is via seksueel contact overdraagbaar. En 8 op de 10 mensen in Nederland krijgen daar een keer mee te maken in hun leven. Meestal is je lichaam zelf in staat zoiets op te ruimen, maar daar doet het een aantal jaren over. Lukt het niet, dan kan daar in de loop van jaren kanker uit ontstaan. Dus als je daartegen kan vaccineren, kan je een groot deel daarvan gewoon voorkomen. Komt-ie, hè? Eerlijk gezegd had ik in mijn hoofd dat vooral vrouwen hem hebben gehad ook. En wist ik eigenlijk niet dat het ook voor mannen raadzaam was. Maar liever zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom zeker gedaan. Er zijn ook mensen die twijfelen aan de veiligheid van dit vaccin. Volgens de GGD is dat niet nodig. Wereldwijd hebben we al 270 miljoen mensen gevaccineerd tegen HPV. En we zien daar echt geen ernstige bijwerkingen. He, wat lichte klachten de eerste 1 tot 3 dagen. Maar eigenlijk geen ernstige bijwerkingen. En ja, potentieel grote gezondheidswinst. Drummer van Cressip aan de slag bij U2. Vierdaagse in recordtempo uitverkocht. En Nijmegen doneert 1 euro per inwoner aan Giro 555. Kijk mee naar de week van Dag tot Dag. Bram van den Berg uit de regio Nijmegen gaat het komend jaar tijdelijk drummen in de Ierse rockband U2. Hij vervangt de vaste drummer Larry Mullen, die fysieke problemen heeft, tijdens een serie optredens in Las Vegas. Bram is drummer bij Cressip en legt in het najaar tijdelijk zijn werkzaamheden neer in Nederland. De overige bandleden gaan Bram verschrikkelijk missen, zo laten ze op Instagram weten. Maar desondanks gunnen ze hem dit gigantische avontuur als geen ander. Een aantal inwoners van Heteren ontving dinsdag een speciale afvalcontainer. Momenteel wordt er hard gewerkt om de besmette straten schoon te maken, waar asbest terecht is gekomen na een grote brand van vorige week. Omdat veel mensen hun afvalcontainer in de achtertuin hebben staan, krijgen zij nu een extra bak. Dit moet voorkomen dat asbestdeeltjes uit de achtertuin, die nog niet zijn schoongemaakt, zich verplaatsen naar de schone voortuin. De containers worden 2 maal per week gratis geleegd door een speciaal bedrijf en afvalscheiden is niet nodig. Naar verwachting zal de schoonmaak nog enkele weken duren. De Vierdaagse is uitverkocht. Alle 47.000 kaarten over alle afstanden. Niet eerder ging dat zo snel. Vorig jaar ging het moeizaam met de kaarten. Op enig moment werd toen zelfs de inschrijftermijn verlengd. En nog melden maar iets meer dan 42.000 deelnemers zich aan. Ook was er woensdag minder goed nieuws rondom de Vierdaagse. Festival Het Eiland, het onderdeel van de Vierdaagse feesten dat de afgelopen 10 jaar op het Stadseiland plaatsvond, zal niet meer terugkeren. De voornaamste reden hiervoor is de stijging van materiaal- en personeelskosten. Nijmegenaren lieten massaal weten dit nieuws te betreuren, wat de organisatie als hartverwarmend heeft ervaren. Tijdens de landelijke actiedag van Giro 555 heeft de gemeente Nijmegen 180.000 euro gedoneerd aan het goede doel. Dit met de gedachte dat elke Nijmegenaar 1 euro doneert. Burgemeester Hubert Bruls zegt hierover: "We doneren nu voor acute hulp en spelen graag samen met de stad een rol in de wederopbouwprojecten. Ook willen we de Turkse en Syrische gemeenschap hier steunen waar het kan." De gemeente Beuningen, Druten en Wijchen hebben geen donatie gedaan. En de gemeente Overbetuwe was niet bereikbaar voor commentaar. Een doorstart voor de Nijmeegse sauna De Termen is definitief van de baan. Ondanks dat zich 4 of 5 geïnteresseerden melden voor een doorstart, is er geen serieuze overnamekandidaat voor het saunacomplex gevonden. De curator gaat nu het pand en de inboedel verkopen. De Termen ging vorige maand failliet. Na de opkomende concurrentie van de Berendonk en de invloed van de coronacrisis werd de energiecrisis de financiële nekslag voor de eigenaren. Als het aan de gemeenteraad ligt, wordt Sigrid Singers de nieuwe burgemeester van de gemeente Druten. Hiermee zou zij waarnemend burgemeester Corrie van Ree Oud-Ammerveld opvolgen. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad ziet Singers als een innemend en krachtig persoonlijkheid. Ja, tevreden en ook blij. Zo mag ik het wel stellen. Als je merkt dat er een zodanige klik is tussen de kandidaat en de commissie,
en dan ook later de raad. Ja, dan word je heel vrolijk van. Hè. Dus het is toch een toekomst van Druten. Hè. Een heel belangrijk iemand voor de toekomst van Druten. En er was een zodanige klik dat het je zegt van ja, ze is het gewoon. De keuze is gemaakt omdat Zengers al ruime ervaring had in zowel de politieke als de commerciële omgeving. Ja, ze is absoluut voorbereid. Want het mooie is, ze heeft gestudeerd in Groningen. Ze is daar in de politiek terechtgekomen. Ze is wethouder geworden in Slochteren. En ze is daarnaast is ze op een gegeven moment vertegenwoordiger voor Noord- en Nederland in de Europese Unie geworden. En daarnaast nog weer een andere commerciële activiteit. En dan zie je dat iemand heel erg breed is. En daardoor ook een enorm netwerk opbouwt. En dat is een voordeel. He, dus we hebben ook van tevoren gezegd, wat vinden we belangrijk? Ja, een stuk bestuurlijke ervaring is natuurlijk belangrijk, maar ook dat iemand in de breedte heeft geopereerd. Zengers is oud-inwoner van Deest. Volgens Worm heeft dit enigszins meegespeeld in de selectie. Het is een factor. Het is een factor, hè, want we zochten iemand die onze regio begrijpt. He, dus elke regio in Nederland heeft weer haar eigen identiteit. En die identiteit die ook moet bij elkaar... Ja, kloppen. Hè? Dat moet afgestemd zijn. En als iemand ook zo duidelijk die historie hier heeft liggen, ja, dat is wel een mooie factor. Dus dat is wel een factor die we natuurlijk ook meewegen. En het DNA van Maas en Waal zit in haar. Dus dat is een mooi iets. Er zijn al verschillende reacties gekomen op haar benoeming. Met name in Deest is het al het gesprek van de dag. Ja, er zijn verschillende, maar de mooiste reactie die zag ik voor mij voorbij komen. De lokale fruithandel in Deest, dat was blijkbaar het gesprek van de dag. En de belangrijkste vraag die gesteld werd, van wie is het erin? Hè? En ja, dat is natuurlijk wel mooi om te zien dat mensen dan toch wel heel nieuwsgierig zijn van iemand van ons. Maar van wie is ze dan? Sigrid is een dochter van chef en Annie Zengers. En chef is de grote chef, want we hebben een grote en een iets kleinere chef. Maar dit is de grote chef en dit wordt een hele goede burgemeester, vast wel. Ja, oké. Ja, wie deze dagen op de Waalkade loopt, zal het vast niet ontgaan. Een 20 meter lang kunstwerk gemaakt van stoepkrijt. Woensdagmiddag werd het kunstwerk ingekleurd door zo'n 60 jongeren uit Oekraïne en de regio Nijmegen. De kunstenaars hopen dat Poetin, maar ook andere wereldleiders, de oorlog in Oekraïne laten stoppen. Op het kunstwerk centraal staat een groot vredesteken. Met op de achtergrond blauw en gele banen als verwijzing naar de vlag van de Oekraïne. En daaromheen vredesduiven. Eigenlijk hopen we dat jullie bericht of bericht op social media het Kremlin bereiken. Waardoor Poetin denkt, nou dan stop ik maar met die oorlog. Ja, maar Poetin gaat hier waarschijnlijk niet wakker van liggen. Nee. Oekraïense leerlingen van het Pontum College en Nederlandse leerlingen van Notre-Dame in Ubbergen mochten woensdag het kunstwerk krijten op de muur aan de Waalkade. Ja, ik vind het wel erg leuk om te doen. Ik hou altijd van krijten en het is gewoon gezellig ook om tussendoor te praten. Ja, yeah, it's my maybe future work. Ik ben nu hier een soort van een duif aan het tekenen en dan is hier een peace sign. En dan wat kleuren er zo tussen. Maar niet alles verliep meteen vlekkeloos. We hadden gisterochtend al het ontwerp gemaakt hier. En één keer per jaar laat de gemeente de hele kademuur schoon spuiten. Nou, je raadt het al, gistermiddag was alles weg. Dus we hebben weer opnieuw een ontwerp moeten maken. En dat hebben ze vanochtend gedaan. Nou, het gaat trouwens hard. De vraag is, hoe lang is het kunstwerk nog te zien? Nou, en we hopen een aantal dagen tot weken, als er niet veel regent weken. En het is ook niet per se bedoeld als permanent kunstwerk. Hoewel als de mensen er zo enthousiast over zijn dat daar verzoeken voor komen, is natuurlijk altijd over te praten. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube-kanaal. En je kunt ons volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Maandagavond zijn we weer terug. En dan zie je onder meer een verslag van de carnavalsoptochten uit de diverse gemeenten. Graag tot dan en nog een heel fijn weekend.